Hand in hand, kameraden. Samen staan we sterk in het sociaal overleg. Werkgevers en werknemers staan in ons land op gelijke voet. Maar dat is niet altijd zo geweest. Er is een lange weg afgelegd. In het begin van de 19e eeuw waren de rijke industriëlen oppermachtig. De machines deden hun intrede in de fabrieken en er waren vele werklozen. De bazen hadden keuze uit duizenden arbeidskrachten. Ze konden daarom mensonwaardige eisen stellen. De fabrieksarbeiders werden gewoonweg uitgebuit. Arbeidsdagen van 14 tot 16 uur waren de regel en bovendien voor een hongerloon. Om te kunnen overleven moest ieder gezinslid uit werken gaan, zelfs zeer jonge kinderen. In die barre omstandigheden werd men vaak ziek. Maar thuisblijven was geen goed idee. Als je niet kwam werken, kreeg je geen loon. Het was ook vaak reden voor ontslag, zonder meer. Ziek worden stond gelijk aan honger lijden. De arbeiders namen op den duur hun lot in eigen handen. Ze groepeerden zich en spaarden met veel moeite een deel van hun karige loon. Deze centen staken ze in een gemeenschappelijke kas om hun zieke werkmakkers en hun gezinnen te helpen als het nodig was. En zo ontstond de ziekenkas of mutualiteit. De arbeiders konden echter niets ondernemen tegen loonsvermindering of willekeurig ontslag door hun rijke bazen. Daarom gingen de geschoolde arbeiders, zoals de wevers, de schrijnwerkers, de drukkers, zich organiseren in een soort gilde of beroepsvereniging om meer inspraak te krijgen. En zo ontstonden de eerste vakbonden per beroep of vak. Vakbonden worden ook vakverenigingen of syndicaten genoemd. Het gebeurde dat zo'n vakbond van wevers staakte als de baas of de patroon het loon nog eens wilde verminderen. Wevers van andere fabrieken uit de streek staakten mee om hun makkers te steunen. Ze waren solidair met elkaar. Om die stakingen te breken en de stakers weer aan het werk te krijgen, deden de bazen vaak beroep op politie of soms het leger. Het was hard tegen hard. Tijdens een staking kregen de stakende arbeiders geen geld om hun families te onderhouden. Ze beseften dat ze lokaal niet sterk genoeg waren. Ze moesten zich nationaal organiseren. Zo werd bijvoorbeeld één vakbond voor wevers opgericht voor gans België. En andere beroepen volgden gauw dit voorbeeld. De bazen waren niet gelukkig met deze gang van zaken, want hierdoor kregen de vakbonden steeds meer macht. De alleenheerschappij van de patroons werd doorbroken. In de loop van vorige eeuw groeiden de vakbonden uit tot grote en samenhangende gehelen, elk met zijn eigen invalshoek. Momenteel zijn er in ons land drie grote vakbonden: het christelijke ACV, het socialistische ABVV en het liberale ACLVB. Over de taalgrens heen tellen deze vakbonden meer dan 3,5 miljoen leden. Ze vormen een heel belangrijke macht in ons land. Door de verschillende politieke meningen hebben de vakbonden vaak conflicten onderling. En werkgevers profiteren van die oneenigheid om niet aan de eisen toe te geven. De vakbonden beseffen dat en ze hebben hun geschillen grotendeels bijgelegd in een gemeenschappelijk vakbondsfront. Samen zijn ze zeer machtig. Ze kunnen heel het openbare leven lamleggen door stakingen of betogingen. De vakbonden hebben ontzettend veel bijgedragen tot betere werk- en leefomstandigheden van heel wat mensen. Ook vandaag nog bewijzen vakbonden hun nut. Ze verdedigen nog steeds de belangen van arbeiders en bedienden. Bij eventuele misbruiken of wantoestanden zullen ze niet nalaten er iets aan te doen, met woorden of daden. Onderhandelingen en zo nodig stakingen zijn hun voornaamste wapens in de strijd tegen ongelijkheid. En de moderne vakbond helpt ook zijn leden bij het invullen van allerlei formulieren en paperassen. Dus, als je ergens mee zit, aarzel niet. De vakbond is er ook voor jou.